Ik ben de niqab gaan dragen omdat het een spirituele belevenis is. Tussen mij en mijn schepper, waar ik mij prettig bij voel en waar ik gelukzaligheid uit haal. Het bezwaar dat wij met name hebben met betrekking tot deze wetgeving is dat het een directe aanslag is op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn en de vrijheid om je te kleden zoals je je wenst te kleden, zonder enige bemoeienis van een overheid of wie dan ook. Ik kom in mijn dagelijkse leven wel mensen tegen die de niqab beangstigend vinden in eerste instantie, want onbekend maakt ook onbemind. Dat begrijp ik, maar als we eenmaal met elkaar in gesprek zijn geweest en eenmaal een goedemorgen of een goede dag tegen elkaar hebben gezegd, dat men denkt van goh, het kan praten. Ik ben ook een grote voorstander van het gesprek met elkaar blijven aangaan. En ik geloof dat dat een betere manier is om de problemen op te lossen die wij hebben, in plaats van het beperken van de vrijheden waar we van genieten. De mensen die voor een verbod zijn, die zeggen van, wij kunnen mensen niet herkennen. Ja. Dat is gevaarlijk, je kunt niet communiceren. Wat zegt u daar dan tegen? Ja, op de plekken waar dat nodig is, daar is al een wetgeving voor. Een vrouw dat bijvoorbeeld haar paspoort op gaat halen bij de gemeente, er is al een identificatieplicht. En deze vrouw die moet zich al identificeren. Op Schiphol zijn geen enkele problemen op het luchthaven, want dan gaat de niqab ook omhoog, want daar is gewoon een wetgeving voor. Dus daar levert het op het moment geen enkele problemen op. Wij vragen ons dan ook af waar deze oplossing dan precies, waar dat voor dient en wat het probleem is.